Een brand met fatale gevolgen in Putten. In dit chalet vindt de brandweer een dode. Een voorschotje op het grote feest op deze vorstelijke verjaardag. Ik hoop dat hij vaak bij ons in Gelderland op bezoek zal komen. En op haar verjaardag is het voortaan koekhappen. Ja, dit is gewoon puur toeval. Want mooier dan dit is niet Twents, toch? Goedenavond, dit is het nieuws van zaterdag 27 april. Bij een chaletbrand in Putten is vanochtend de bewoner van dat huisje om het leven gekomen. Brandweer kreeg vanochtend om 6:30 een melding. Bij het blussen van het vuur aan de Veenhuizer Veldweg vonden ze het lichaam van de 48-jarige man. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. En de brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak van deze fatale brand. Ja, het is 27 april vandaag, de verjaardag van onze aanstaande koning, Willem-Alexander. 46 is hij vandaag geworden. En in de toekomst zit een belangrijke datum. We vieren dan Koningsdag. Dat is de opvolger van Koninginnedag. En bij een koninklijke verjaardag hoort natuurlijk de Nederlandse driekleur. En dus wordt er volop gevlagd. Officieel vanaf vanochtend 6:15 tot 9:00 vanavond. En ook dinsdag mag de vlag weer uit. Maar niet iedereen wil wachten met het feest tot de inhuldiging. Zoals in Millingen aan de Rijn. Daar zijn ze bang dat komende dinsdag iedereen thuis blijft om de troonswisseling dan daar te zien. Dus vandaag al een voorproefje van Koningsdag. Daar met zelfs een reservekoning. En die reservekoning komt aan in stijl. Na het schudden van wat handjes volgt er een optocht door het dorp. Langs de weg staan veel mensen in oranje outfit. En allemaal hebben ze zin om Koningsdag te vieren. Wij zijn hier denk ik de eerste gemeente die het zo doet, op zaterdag vieren. En het wordt een groot feest. Want morgen is iedereen ook vrij, dus dan is het veel drukker, gezellig. Maar voor sommige mensen is het nog even wennen. Ik moet er even aan wennen dat het op deze manier gedaan wordt. Dus het voelt anders. De gemeente heeft voor deze dag gekozen omdat de plaatselijke Oranjevereniging bang is dat iedereen op 30 april voor de tv zit. En dan is het heel lastig voor hen om het te organiseren en het ook financieel rond te krijgen. En ze willen toch stilstaan bij het bijzondere moment. En vandaar dat vandaag als de verjaardag van de prins is gekozen als eerste Koningsdag. De majesteit moet ook nog even de handen uit de mouwen steken. Samen met de burgemeester plant hij een koningslinde. Majesteit, u bent vandaag even koning. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe voelt dat? Dat is een buitengewoon goed gevoel. Maar dan niet als autoriteit hier te staan, maar juist als koning het voorbeeld te geven om dienstbaar te zijn in de samenleving. Dinsdag mag de echte koning aan de bak. Ja, en ook in Apeldoorn kleurt het vandaag al een beetje oranje met een speciale oranje route vanaf Paleis het Loo. De sponsorfietstocht van zo'n 35 kilometer ging langs historische plekken op de Veluwe en was voor het Oranjefonds. Deelnemers konden zich laten sponsoren voor minimaal €19. Bij elkaar gefietste geld is onder meer voor dorpshuizen, jongerenvoorlichting en maatjesprojecten. Er deden ruim 200 mensen mee aan die fietstocht en de organisatie wilde er een jaarlijkse traditie van maken. Ja, en vandaag geboren worden, dat betekent de komende jaren kleedjesmarkten, zaklopen. En, ja, en iedereen is op jouw verjaardag vrij en viert feest. Nou, in Duiven is zo'n koningskindje vandaag geboren. Dit is Milou Marilène. Nog maar een paar uur oud is ze. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, geweldig toch? Ja, en een koninklijke naam, hè? Milou Marilène. Klopt, helemaal. Bewuste keus? Nee, dit is echt, dit is gewoon puur toeval natuurlijk. Vanaf volgend jaar is Milou Marilène, net als alle anderen die op 27 april zijn geboren, jarig op Koningsdag. Ja, wat zal ik daar nou van moeten vinden? Ja, elke verjaardag is één groot feest. Dus deze ook. En wat Milou Marilène er zelf van vindt, dat kunnen we over een paar jaar pas vragen. Ja, en vandaag vierde prins Willem-Alexander zijn geboortedag met vrienden en familie. Over 3 dagen dan wordt hij koning der Nederlanden. Nu nog commissaris van de koningin, Clemens Cornielje. Die kijkt uit naar die inhuldiging en denkt dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima veel gaan betekenen voor Nederland en ook voor Gelderland. Bij alle bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan Gelderland, zoals onlangs bij het Heinz Innovatiecentrum, worden ze ontvangen door onze commissaris van de koningin. Hij heeft het prinselijk paar dus regelmatig ontmoet.
Maar één keer was toch wel heel bijzonder. Het allergrootste hoogtepunt is denk ik de aanwezigheid bij het, in Tiel, bij het Corso. Toen voor het eerst ook de drie prinsesjes aanwezig waren bij een officieel bezoek. En dat heeft grote indruk gemaakt. Naast de bezoeken met camera's, bijvoorbeeld bij de Waal of op Papendal, ontmoet de commissaris het staatshoofd ook regelmatig zonder pers of publiek. Cornelie kijkt uit naar die ontmoetingen met Willem-Alexander. Willem-Alexander is bijna een leeftijdsgenoot van me. En dat kun je niet van Haar Majesteit de Koningin zeggen. Dus dat is al anders. En ik ben nu ook een ervaren commissaris. Misschien wel bijna de oudste in dienstjaren. Dus dan heb ik ook een ander contact met de nieuwe koning dan dat ik had met de huidige koningin. Over 3 dagen wordt koning Willem-Alexander ingehuldigd. Voor Clemens Cornielje heel bijzonder om mee te maken. Zeker omdat hij ernstig ziek is. Ik ben heel blij dat ik erbij kan zijn. Het is ook een beetje een cadeautje wat ik nog weer krijg. Zowel in de kerk als op de receptie. En ik ben ook door de minister-president 's avonds uitgenodigd op het feest. Ja, dat komt maar eens in de 33 jaar voor. En ik ben de gelukkige dat ik er dit keer bij mag zijn. En precies op het moment dat Willem-Alexander wordt ingehuldigd, is onze commissaris de commissaris van de koning. Ellen Kampors was dat in gesprek met Clemens Cornielje. U kunt dat hele interview bekijken bij ons op de site gld.nl. Ja, maar wie is toch die man die dinsdag onze koning wordt? We denken hem allemaal wel een beetje te kennen, voor bijvoorbeeld de interviews op televisie. Maar hoe is het als je hem ontmoet als er geen beveiliging en geen camera's in de buurt zijn? Nou, we spraken 2 mannen die Willem-Alexander wat beter kennen dan wij. Ruud Venhoek heeft de prins 20 jaar geleden lesgegeven op het instituut Defensieleergangen. Hij was gewoon de kapitein van Oranje. Maurits Hendricks ontmoette de prins voor het eerst in 1996... bij de Olympische Spelen in Atlanta. De prins is open, uitgesproken, maar zeer hartelijk. Voor beide heren is het informele contact met de prins een mooie tijd waar ze goede herinneringen aan hebben. De prins maakt indruk. Zo regelde hij in België een landgoed om een presentatie te houden. De eigenaar wilde eerst niet, maar toen ze de prins op haar stoep zag staan, zei ze: maar nee, je bent een kroonprins van de Nederlanden. En daarna was het geen enkel probleem meer en is dus de presentatie op dat landgoed gedaan. Een hele bijzondere ervaring. Willem-Alexander maakt ook indruk met zijn kennis en passie voor sport. En zijn bezoekjes aan topsportcentrum Papendal in Arnhem. Het is prettig om met hem over sport te praten. Hij bouwt daar geen barrières in. Hij is ook zelf uitgesproken. En dat is gewoon leuk. Beide heren kennen prins Willem-Alexander beter dan wij. En ze weten zeker dat we blij moeten zijn met onze nieuwe koning. Waar hij zeker over beschikt is zijn, mag ik het zo noemen, zijn sociale intelligentie. Hij kan met iedereen kan die overweg. Hij past zich aan de mensen met wie hij omgaat, stelt ze op hun gemak. En ik denk dat dat echt wezenlijk is. Ja, trouwring kwijt. Alexander Pechtold, die helpt. Hoe dat zit, dat hoort u zo. 3 mannen met bivakmutsen hebben gisteravond een snackbar in Zevenaar overvallen. Een medewerker en een klant waren in de cafetaria tijdens die overval. De daders vluchtten met geld, raakte niemand gewond. Een schietpartij vannacht in een horecazaak in het centrum van Nijmegen in de Smeetsiusstraat. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. 2 mannen uit Helmond en Eindhoven zijn later op straat opgepakt en ze hadden een vuurwapen bij zich. Brand vanmiddag bij een oldtimergarage in Borculo. Voorzorg werd met groot materieel uitgerukt, maar het vuur was snel onder controle. Een medewerker liep wel brandwonden op. Verder lijkt er vooral roetschade te zijn. Willem-Alexander die moet nog even wachten, maar in de Apeldoornse Apenhul is vandaag al een koning gekroond. Orang-Oetang Amos is de nieuwe leider van de mensapen na het overlijden van apenkoning Karel. En omdat Amos een echte roodharige is, mocht iedereen vandaag met rood haar gratis naar binnen. Ja, het gemak van een webshop aan de ene kant en het persoonlijk contact van een winkel aan de andere kant. Onder de naam Wimpelcentrum probeert een Lochemse ondernemer de webshopper ook naar de winkel te lokken. En zo dus de leegloop van winkelstraten tegen te gaan. Een webshop opzetten die niet aan thuisbezorgen doet. Het klinkt gewaagd, maar volgens de bedenker ervan is het helemaal niet zo'n gek idee. Als het thuis wordt bezorgd en het is niet goed, dan mag je daarna diezelfde stad weer in om je cadeautje en je doos weer terug te brengen. En volgens Vorekamp kun je dan net zo goed naar de echte winkel gaan.
Op die manier komen de klanten weer in de winkelstraat. Winkeliers zonder webshop hebben het namelijk al moeilijk genoeg. Nou ja, we zitten al jaren te denken van wat moeten we met een webshop? Is dat wat voor ons? En we hebben gezegd van joh, we hebben zo'n breed assortiment aan producten. Dat gaat hem niet worden. Daar hebben wij de kennis en capaciteit niet voor. En om te proberen dat op te lossen worden langdurig werklozen ingezet om de webshop aan te vullen. Ze fotograferen en beschrijven de producten en worden op die manier weer actief op de arbeidsmarkt. Dat combineren we met de lokale ondernemer en het persoonlijke contact. En als we dat dan weten te combineren met de voordelen van vanaf de bank dingen uitzoeken en dingen vergelijken, dan hebben we de ideale match. Ja, u zag hem net in de reportage, Jacob Vorenkamp. Hij is morgenochtend ook bij ons te gast in het programma In Gelderland Live. Dat is om 11 uur te zien hier op TV Gelderland. Hij is terug bij de rechtmatige eigenaar dankzij D66-leider Alexander Pechtold. De trouwring heb ik het over van Wageninger Henk-Peter Dijkema. Hij verloor die ring afgelopen week na het sporten. In deze sporthal doet Henk-Peter Dijkema afgelopen week zijn trouwring af voordat hij gaat volleyballen. Ja, ik had hem in de tas gestopt en thuis kon ik hem eigenlijk niet meer terugvinden. De ring komt bij niemand minder dan D66-leider Alexander Pechtold terecht nadat zijn zoon hem heeft gevonden. Hij speelde ermee en ik dacht, wat is dat nou? En toen zei hij, ja, is van een fiets of zo. Ik zei, nee, dat is wat anders. Dus ik keek goed, zag de inscriptie en zag ook dat het goud was. Ik zei, dat is een trouwring. Pechtold probeert via Twitter de rechtmatige eigenaar te achterhalen. En die boodschap komt ook de vrouw van Dijkema onder ogen. Haar echtgenoot heeft op dat moment nog niets verteld over het kostbare verlies. Mijn vrouw belt mij dus in de auto en zegt, hey, was jij je ring kwijt? Ik zeg, ja, dat klopt. En toen moest u met de billen bloot? Ja, nou, het was niet een groot geheim. Ik denk dat ze reageerde even goed vrij laconiek. En dat had ze anders ook gedaan, hoor, als ik het wel verteld had. Vanmiddag heeft Dijkema de ring weer opgehaald. We hebben maar heel veel zorgvuldig bewaard. Nou, prachtig, prachtig. Ja, eens kijken of hij nog past. Dat is hem, hè? Dat is hem, ja. Bent u opgelucht dat u hem weer heeft? Ja, ik ben er toch wel blij mee, ja. U kunt uw vrouw weer onder ogen komen, hè? Ik denk dat ik er zelf meer last van had dan zij. Veel plezier ermee. Bedankt. Mooi. Het weer dan iets kouder vandaag, Jordi Bloem. Blijft dat zo, ook op 30 april? Ja, warm weer blijft voorlopig uit. Ook op Koninginnedag zijn de temperaturen niet hoog. Maar het is wel mooi weer. Vandaag was het ook prima weer om erop uit te trekken. En dit oranje tipje is gesignaleerd in Doetinchem. Hoe toepasselijk op de verjaardag van onze toekomstige koning. Voorlopig dus fris weer, maar wel met voldoende ruimte voor de zon. En vandaag zagen we nog vrij veel sluierbewolking. En dat hing samen met de storing, de regenstoring van gisteren, die maar heel langzaam naar Duitsland wegschoof. En brede opklaringen kwamen onder meer vanuit Frankrijk onze kant op. Maar de sluierbewolking bleef vandaag toch wel hardnekkig, met ook stapelwolken daarbij, daaronder. Deze. En het is op de meeste plaatsen wel droog gebleven vandaag. Komende nacht is het helemaal helder in de provincie en het wordt behoorlijk koud. Nog kouder dan afgelopen nacht. De minimumtemperatuur is min 1, misschien wel min 2 graden op een aantal plekken. En aan de grond kan het nog wat kouder zijn. En morgen beginnen we zonnig en koud. In de loop van de dag ontwikkelen zich enkele kleine stapelwolken of middelgroot. In ieder geval groeien ze denk ik niet uit tot een bui. Dus een droge zondag. Flinke zonnige perioden blijven er morgenmiddag over. En de wind is bescheiden, het is rustig weer. Een zwakke tot net aan matige zuidwestelijke wind in de middag. En de middagtemperatuur wat hoger dan vandaag, 13 tot 14 graden. En dan namorgen, maandag misschien een buitje, maar ook zonneschijn. Koninginnedag is het zonnig en woensdag is het zonnig. De nachten zijn koud, maar de middagtemperatuur gaat iets omhoog. Koninginnedag 14 graden en woensdag wordt het ongeveer 15 graden. En dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Bij een felle brand in een vakantiehuisje in Putten is vanmorgen de bewoner om het leven gekomen. En zijn laatste verjaardag als prins Willem-Alexander. Volgend jaar is 27 april Koningsdag. Zonder meer in Millingen aan de Rijn alvast gevierd. Dat was het voor nu. Fijne avond en tot morgen.